Ik ben Bas Riesevier, ik ben plastisch chirurg in ziekenhuis Bernhoven. Mijn specialisaties zijn met name de borstreconstructieve chirurgie en de cosmetische chirurgie. Dat houdt in dat wij borsten reconstrueren van dames waarbij de borst is afgezet na borstkanker. En daarnaast hebben wij in ziekenhuis Bernhoven de Bernekliniek. En dat is een kliniek voor onverzekerde zorg binnen ziekenhuis Bernhoven. Wanneer een patiënt op mijn poli komt voor een borstreconstructie, hebben ze een hele zware tijd achter de rug. Ze hebben eigenlijk net te horen gekregen dat ze kanker hebben. En ik moet ze gaan vertellen wat de mogelijkheden zijn om een borst te reconstrueren. Vaak staat hun hoofd daar helemaal niet naar. Dus eerst probeer je ze op hun gemak te voelen. En ik vind dat eigenlijk het belangrijkste onderdeel van mijn vak. Het communiceren met patiënten en het zorgen dat ze zich op hun gemak voelen. Ik ben ook geen dokter Riesevier, ik ben Bas Riesevier. En als ik in de spreekkamer zit, zit ik ook voor ze zoals ik hier nu zit. En mijn ervaring is dat mensen dat prettig vinden. En dat ze dat als vertrouwd ervaren. Het meest bijzondere aan mijn vak vind ik dat je opbouwend bezig bent. Je probeert iets te reconstrueren, je probeert weer iets op te bouwen. Je geeft weer iets terug aan patiënten. Of je maakt iets mooier, of je maakt iets meer functioneel. Want daar gaat plastische chirurgie ook om. En dat is het mooie. Je moet creatief zijn. Het is een heel creatief vak. Je moet vaak voor bepaalde problemen hele creatieve oplossingen vinden en zoeken. En dat is het mooie aan de plastische chirurgie.